President Chandrika Prasad Santokhi zal op maandag 28 februari afreizen naar Belize in verband met een CARICOM-conferentie. Minister Albert Ramdin van Buitenlandse Zaken en International Business en Internationale Samenwerking, BIBIS, zei dit vandaag voor de aanvang van de Raad van Ministers. Suriname bereidt zich momenteel voor op het voorzitterschap van de CARICOM. Er is een technisch team samengesteld, bestaande uit 40 man van diverse ministeries, die de logistieke en protocolaire zaken in orde zullen maken. Aanstaande maandag zal de president vertrekken met een kleine delegatie naar Belize voor een international meeting. En dat zal voor het eerst zijn in 2,5 jaar tijd dat de CARICOM-staatshoofden elkaar face-to-face in een CARICOM-meeting zullen ontmoeten. De tweede ontmoeting zal zijn in Paramaribo in juli. Dus de verwachting is wel dat op basis van wat besproken zal worden in Belize, dat er een substantiële, goede agenda opgezet wordt voor de meeting hier. Want de meeting hier zal de meest belangrijke ontmoeting zijn voor CARICOM. Volgens de bewindsman heeft de president specifieke aandachtspunten aangehaald die behandeld zullen worden tijdens de vergadering hier. De onderwerpen zijn het organiseren van een jongerensummit, cultuur, creativiteit, gender en sport. Het is de bedoeling dat de samenwerking tussen de CARICOM-landen beter op gang zal worden gebracht, ook op het gebied van de export. We zullen wel wat investeringen moeten plegen omdat we een achterstand hebben. Inhoudelijk is er een beleidsteam dat zich bezighoudt met de inhoudelijke voorbereidingen. En dat wordt door het ministerie van Binnenlandse Zaken gedaan in samenwerking met het kabinet van de president. En dat loopt ook goed. We zijn al in contact verschillende malen geweest met de CARICOM-secretaris-generaal. Ik heb 2 keer met haar gesproken. We hebben een beetje aangegeven wat onze planning is. Volgens de bewindsman zijn er grote verwachtingen vanuit Suriname. Daarom zullen ook journalisten uit de CARICOM-gemeenschap worden uitgenodigd om verslag te doen van de vergadering. Volgens minister Ramdin zal de Surinaamse Vereniging van Journalisten betrokken worden bij de vergaderingen en bezoeken naar het buitenland. En zullen er afspraken gemaakt worden om op overheidskosten journalisten af te vaardigen op internationale bezoeken van de regering. Suriname zal verder een portfolio opbouwen om de obstakels binnen de CARICOM op te lossen. We willen nadrukkelijker praten over de samenwerking, de exportpotentie in het Caribisch gebied. We willen nadrukkelijk spreken over het opheffen van allerlei obstakels naar goederen- en dienstenverkeer. De inventarisatie wordt nu al gemaakt, ook samen met het bedrijfsleven. Dus ik heb het bedrijfsleven, KKF, ASFA en VSB reeds gevraagd om hun lijst in te dienen. Want zij zijn dag in dag uit daarmee bezig. De bedoeling is dat tijdens het voorzitterschap van de president deze zaken nadrukkelijk aandacht krijgen.